Ik was aan het kijken wat de beste opties waren voor een huurperiode. Omdat ik met de club had overlegd, dus Real Madrid had overlegd, wat voor mij de beste opties waren. En nou ja, ik zat dan in het tweede team daar. En het tweede team die speelt in de Segunda B. Dat is een goede competitie, maar ik denk voor mij persoonlijk is dat toch wel een zware competitie. Omdat dat toch heel veel fysiek is. Dus toen heb ik gekeken wat de andere opties waren. En toen had mijn voorkeur toch Nederland. En moet je ook weer kijken, dan krijg je kans om te spelen. Ja. En uiteindelijk zijn we dan hier terecht gekomen, dus op die manier. Jupiler League kan je het een beetje vergelijken, misschien nog wel iets minder. Het is derde niveau, je hebt dan Primera División, Segunda A. En dan Segunda B heb je ook, als ik het goed zeg, volgens mij vier categorieën. Dus je hebt dan Segunda B 1, ja, Segunda B 2. Ja, ja. Dus op die manier. En die spelen dan daarna nog, als ze willen promoveren, nog een soort kleine competitie, play-offs om uiteindelijk door te gaan naar de Segunda A. Dus, ik zat in het zwembad en hij was daar ook. En toen zei hij, hij dacht dat ik uit Nederland kwam en toen zei ik, ja, dat klopt. En toen zei hij wat Nederlandse woorden en toen moest ik om lachen, want dan had hij zo'n mooi accentje. En dan, dan ook, ja, hij zei dan alles goed, maar had nog een paar andere woorden die ik ook niet meer vergeten. Maar niet de beste woord. Het weer, de situatie, mijn vrienden dan ook daar. Ja. En ja, toch ook het spelen voor die club is natuurlijk ook wel heel erg mooi. Nee, dus zeker, dat mis je wel.